Amsterdam betekent voor de stad Amsterdam een prachtig evenement dat hier al 60 jaar plaatsvindt. Ik denk ook wel echt een icoon voor de stad. En ik denk ook voor heel veel Amsterdammers een mooie uitje om naartoe te gaan. Wat Jumping Amsterdam zo uniek maakt is dat wij een concept hebben wat gebaseerd is op topsport en entertainment in Amsterdam. En dat werkt gewoon heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst weer ook de Wereldbeker Springen op het programma. Die is 10 jaar niet meer in Amsterdam geweest en die komt dit jaar weer terug. Dus daar zijn we onwijs trots op. Dus het is ook de Diamond Edition. En dat we later in het showprogramma terugkomen. We laten terugkomen in het uiterlijk van het evenement. Maar bijvoorbeeld ook dat we de oude muur van 60 jaar geleden, zeg maar de Puissance muur hier in de stroom nu hebben staan. Er is een hele Wall of Fame met alle oude, de helden van toen en de helden van nu. Het event is voor mij geslaagd als iedereen, of het nou een bezoeker is, een standhouder, een ruiter, een sponsor, een gast, eigenlijk iedereen die hier in de rij te vinden is deze komende 4 dagen, als die met een glimlach hier de rij weer uitloopt. We zijn er zeker klaar voor als we donderdagochtend hier van start gaan.